combatentje. En ik ben bij een The Godfather sandwich gaan halen. Zo, de kaas in en het keepen lijst allemaal. Maar dat is dus niet het enige wat er vandaag op de menu staat. Vandaag zijn we van plan om een keer naar de 9-11 museum te triggen. Dat is iets gebeurd op. Om een keer te zien, zodat er allemaal gebeurd is van de aanslagen en zo van 9-11. Dus wij nemen jullie dat even mee. Tot daar. We zijn nu op de 9-11 Memorial Museum. En ze dus daar naar beneden voor de exhibitions. En dat is een van de structuren. Het gebouw eigenlijk inviel. Het middenste stuk eigenlijk, zeg maar. Wel heel groot, maar ja, dat is trouwens ook tamelijk heel groot, dus daar. En voor de mensen die niet weten wat de Twin Towers waren, er waren dus deze twee grote gebouwen. Ik wil de vorige vloerstuk ook laten zien hoe dat juist was en waar die watervallen staan waar de twee gebouwen stonden. Dus nu ziet je eigenlijk hoe dat ze in principe echt waren. De bol zelf heb ik ook laten tonen. De sfeer die is ook beschadigd tijdens het vallen van de World Trade Center. Dit is eigenlijk een foto van voor de aanvallen. Ziet de World Trade Center nog altijd staan in volle kleuren. Dit is dus een van de laatste foto's die genomen is voor de aanslagen. Everything stopped. I just couldn't let my head around. How can anyone do this? It's the World Trade Center. How the fuck did you get to arrive here? Well, I turned it over the radio. Maar ik zie, ik kreeg kiekebis. Dit zijn dus de reacties van mensen. Dat die daar bij waren. Ik zie echt, ik weet niet wel paniek en zo. Dus ja, logisch is. Iedereen is waar in shock van de aanslagen. Zwaaie bomen door de impact van het vliegtuig. Deze is een foto van toen de gebouwen ingestort zijn geweest. Toen er mis geweest met alle rook, zoals ik op de beelden zag op YouTube. Dat is eigenlijk een van de trappen die in het grote center stond. Deze is al zwaar beschadigd, zal ik meer een keer. Eigenlijk moet je goed te beseffen in de binnen van mensen hebben gelopen dat uiteindelijk we nog kunnen leven hebben. Dus zoals je hier ziet, die stonden we juist buiten. We hebben best willen bereiken. En dat is niet wat ze hier hebben gezet. Je ziet, ja, ik weet niet wel, het soort blauw. Waarom dat de lucht op die dag zo blauw was, hebben ze eigenlijk verschillende soorten kleur blauw gebracht. Ja, die dag is het om de zuidoostenwind op die dag gezien. Maar ook gewoon omdat er geen wolkje aan de lucht ging, vandaar dus. I have no idea.
dat je nu gaat zien, is eigenlijk van deze waar het vliegtuig in de noordelijke troon is ingevlogen. En dat is dus. Yes. Ik zie echt dat de stijl helemaal gevoelig is door de impact van het vliegtuig. Daar is dus een plek dat je niet mocht filmen of foto's die ze wel niet gedaan met respect. Achter deze muur ook dus, die ga ik allemaal resten van mensen die nog geïdentificeerd moeten worden. Dus ja, als er bijvoorbeeld iemand van families komt en denkt van oké, die arm of ja, ik ga niet aan de lugubere dingen zitten en zo, maar kunnen ze bekijken de resten eigenlijk van. En dat is vandaag. Het is alleen voor families en vrienden en collega's of zo. Dus. En wat je hier ziet is de antenne die bovenop de noordelijke toren stond. Gans verwoest natuurlijk. Deze is de motor dat de liefde naar boven en beneden bracht. Ook gewoon beschadigd door het vallen naar beneden. En, ja. Deze is de beschadigste brandweerwagen van Level 3. Toen de gebouwen naar beneden zijn, komt die waarschijnlijk ook gevallen daar. We hebben juist de toren naar van 9/11 museum. Zeker als ze daarvoor komen en zo, het is echt wel een beetje pakkend om het zo te zeggen. Dus sowieso wat moet ik hier naartoe komen als je dat sowieso. Sowieso ik wil nog wel niet dat ik de zaak moet doen. In Whole Foods is er echt zo handig. Echt zo riepjes met rijst en broodjes. Dus even zo chicken is. Dus ja. Dus je gaat eigenlijk met de winkel en dan kun je dat boven weer opeten. Dus echt zondag zijn we ons ook. En ook jambek en cheese. Oké, okay, dus we gaan een keer erin vliegen. Smakelijk. Dan gaan wij naar de Nintendo winkel. Let's go. De Nintendo shoppertje. Ligt in New York. Ook bij Times Square. Dus je hebt ook naar je toekomst. Dit is een Nintendo shop. Echt zo'n Nintendo shop zo, dat we binnengetreden zijn. We hebben hier echt super van geweest, echt super veel. Zo'n pauze noemen we. Petjes. Zo, dit is wel sick. Zo echt zo. Alle games van vroeger zo. De Wii, de Wii U, Nintendo Switch Wii, Nintendo Switch Lite. Wat is het model GameCube? Nintendo 64. That's the thing I want to buy is the game one. I got to find out what the SP is for the back. I saw. So the Arwen game. Like it. Echt zo'n dikke zo'n Mario's in een paal. Daar is een Luigi beneden. Met de shop. Ik denk dat het zo. Hier is een standaardjes. Petjes. Amigo. Waarschijnlijk wat spelletjes of zo. En wij zitten nu in.
Plaza. Dat is een Rockefeller Center. Ook van deze Bruins. Ja, momenteel zitten we bij Donald Trump. Trump Tower. En we gaan dan een keer binnenuit gaan checken van Donald Duck uit. En dit is momenteel het uitzicht vanuit de Trump Tower. Als je ziet, allemaal escalators. En nog zo allemaal dingen van Trump in de winkeltje. Maar wel een serieus gebouw kennen. Dus we zijn in New York en wat kopen we? Hot stuff. Van een shoppetje dat hier zo in de buurt is, zo Pepper Palace. Dat is allemaal zo verschillende soorten pikante sausjes en pikante snacks en zo heeft. Dus we gaan het thuis een keer proberen dan in het hotel zitten. Een keer zien wat dat geeft. En zoals je nu ziet, zijn we eigenlijk stilletjes aan al naar de subway toe aan het gaan. Voor terug naar het hotel te gaan, dus zoek je masker en dan zien we wel wat de avond brengt. Ah, home sweet hotel. Na zo'n lange dag te wandelen. Ah, mensen zien dat misschien niet, maar we lopen echt wel fameus veel rond. Echt fameus veel. En deze voelt echt zo zalig om even, deze voelt echt even af aan als thuiskomen. Dus op aanraden van Jones zijn we nu momenteel samen naar Chick-fil-A. Het is eigenlijk een kippen bij ons, een frituurke zeg maar, kippenrestaurant. En dan zien we dus Chick-fil-A. Dat is hier, dus zien wat dat zegt. Dus een keer zien wat deze zegt. De Chick-fil-A. En ja, ik heb hier zo iets bijgepakt, 16 buffalo saus. En dat is echt wel super lekker. De frietjes zelf lijken zo precies op zo'n wafeltjes en zo. Dus smakelijk.